Een noordelijke windrichting was de afgelopen dagen geregeld verantwoordelijk. Voor de aanvoer van wolkenvelden vanaf zee was vrijdagochtend ook aan de orde. Op veel plaatsen keken we tegen een bewolkte lucht aan. Maar de bezem gaat door de atmosfeer heen. En tijdens het weekend zullen we weer vaker dit soort plaatjes tegenkomen. Blauwe luchten en mensen die genieten van het mooie weer. Ik noemde net al even, de bezem gaat door de atmosfeer. En dat is vrijdagochtend al van start gegaan. Vanuit het noordoosten stroomt een drogere luchtsoort ons land binnen. En die bewolking gaat op steeds meer plekken ruimte maken voor zonneschijn en een heldere lucht. Dus in de loop van de vrijdag op steeds meer plaatsen uitbundige zonneschijn. Dat levert zaterdag dan het volgende plaatje op. Die Noordoostenwind houdt stand. Drogere luchtsoorten, vrijwel geen bewolking. En de temperatuur gaat dan op veel plaatsen boven 20 graden uitkomen. In het Zuidoosten mogelijk lokaal 25 graden. Die kans is nu ongeveer 40 procent. Als je naar het strand gaat, dan blijft de temperatuur net iets onder 20 graden hangen. 18 of 19 graden als maximumtemperatuur. Ook op zondag hebben we nog met een overwegend noordoostelijke wind te maken. Maar die noordenwind begint wel een beetje terug te keren. En dat zorgt ervoor dat het noorden van het land opnieuw gevoelig is voor wolkenvelden vanaf zee. Levert ook direct weer een temperatuurcontrast op. Daar maximaal 17 graden, terwijl het in het zuiden van het land opnieuw richting 25 graden gaat. Op veel plaatsen dus flink wat zonneschijn tijdens het weekend. En als laatste dan nog even een waarschuwing voor de hoge zonkracht. We zijn inmiddels in juni aanbeland. We zien hem hier in de grafiek. Zonkracht 6, af en toe misschien zelfs wel zonkracht 7. En dan kan je na het middaguur tijdens de eerste helft van de middag al heel erg snel verbranden. Dus als je dit weekend gaat genieten van het zonnige weer, smeer je dan goed in. En dan wens ik u vooral een heel erg mooi weekend.